Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, weer een nieuwe dag. 6 december. Gisteren ben ik dus even online geweest. En dat was wel even een uurtje gezelligheid, dacht ik zo. Ja, het is vandaag dus 6 december. Het is donderdag. Mijn huishoudelijke zorg, die in dit geval Carmen heet, die komt rond 1 uur. En het is 12 uur 31. Ik moet zo meteen Karen even bellen. En ik heb een broodje klaarstaan en koffie klaarstaan. En we gaan gewoon weer tegenaan, ondanks dat het triest weer is. Ik moet zo meteen de vaatwasser doen, ben ik nog niet aan toegekomen. Ik moet het rustig aandoen. Ja, nou doe maar rustig aan. Ja. Ik mag eigenlijk niet voor de computer zitten, hoe vind je dat? Ik heb een muisarm. Ja! Nee, een tennisarm. Tennisarm werd gezegd. Ja. Want een aantal jaren terug had ik dat ook. En dat was toen ingeschoten met ramenlappen. Want ik tennis niet. Maar toen kreeg ik ook een tennisarm. Nu heb ik kerstboom opgetuigd vorige week. Na die tijd werd ik wakker de volgende dag. Met pijn in mijn arm en werd ik maar erger en erger. Het is die rechter dus. Maar ja, nou span ik mijn linkerarm. Gaat het hem ook niet steeds worden, dus ik moet wisselen. Ja, dus dan maar zo even. En een klein beetje gebogen, dan doet het niet zoveel pijn. Maar oké, ik kan hem ook neerzetten, maar dan moet ik hem verbuigen en met een zware lamp erop. En nou is het donker. Dan valt hij om. Dus dat gaat het ook niet worden, of ik moet hem op mijn grote statief zetten. Ja, nou ja, dan blijf je bezig. Dus we modderen maar even aan op deze manier. Ik wens jullie verder allemaal een hele fijne dag en geniet ervan. Namens mij en de beestenboel. Frodo, die zijn geweest, die luistert vandaag voor geen meter. Tenminste, vanochtend niet. Dus ja, hij heeft zijn kop in de nek, zeg maar. Maar oké, ik zou zeggen, tot strakjes. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik ga er even vandoor. Ik neem een GoPro mee. Dat hopen dat die het redt. Want hij was niet vol. Hij ligt nou aan de lade. Maar ik neem hem even mee. En we zien wel tot de verder komt. Ik ga even zelf als postbode spelen. En ik moet wat boodschapjes doen. En ik moet voor Frodo zijn oortjes even weg. Dus we gaan gezellig de hort op, al is het triest, maar het regent niet. Dus gun jullie dat, het ritje wel. En toen werd ik waard, maar dat doet er niet toe. Ik ga er dus vandoor en ik neem jullie lekker gezellig met me mee. Tot later.
Ja, nou, het lukt allemaal niet wat ik wil, lieve vrienden. Dus ik moet hem in mijn handen houden. Ik wou hem neerzetten op de aanrecht, maar hij kan het alle kanten op, behalve de goede. Ik ben weer thuis, zoals jullie zien. Ik heb boodschappen gedaan, ik heb een hoop vlees ingeslagen, champignonnetjes, een visje. Ik heb voor vanavond de makkelijk warme maaltijd gewoon, hoe heet dat? Ja, weet ik veel. Zuurkoolstampot, ja. En ik heb nog ook spullen voor mijn woofie en voor mijn poezebeestjes. Dus ja, maar ik heb ook heel, heel veel pijn in mijn rechterarm. Ja, en ik heb oorkleden voor Frodo mee. En natuurlijk heb ik een Bounty mee. En ik heb net koffie gemaakt. En ik weet niet wat ik moet doen met die poot, want hij wil geen kant meer op. Nee, hij valt iedere keer op. Maar ja, kan er ook niks aan doen. Nieuwe poot. Ja, ik kan hem dan wel op die grote statief neerzetten, maar dat is mij te groot. Nee. Gaat niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, wat er op de GoPro staat, weet ik ook niet. Nee, want hij was dus niet helemaal vol wat jullie al wisten. Tot hoever ik ben gekomen ermee, weet ik ook niet. Dus dat moet ik ook allemaal nog zien. Maar ik moet in ieder geval rustig aan doen. Ook tussendoor nog even bij oma dokter geweest. En ja, die zei tennisarm... niet dat doen, niet zus doen. Ja, hallo! We leven! Ja! Dus oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En degene die eten gaan, smakelijk eten. Ik ga straks ook eten. En ik zie jullie later vanavond misschien wel weer. Zo niet, hebben jullie pech. En ik ook. Ja, want dan is dit de laatste. Maar ik weet het nog niet. Nee. Geef mijn boodschappen doen en... mijn koffie doen, Bounty doen en Harry heb ik aan mijn op WhatsApp. Dus moet ik even terugpraten. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.